Ik weet van het ongeluk alles, behalve ik heb het vliegtuig niet horen vallen. Want het was s'avonds 9:00, dus wij sliepen. Ik was 9 jaar en mijn zus en ik sliepen ze halfweg de trap. En ik werd wakker doordat ik mijn moeder hoorde roepen van, oh God, mijn kinderen. En die rende de trap op en die trok ons van bed en gelijk viel de brokstukken brandend al door het raam op bed. En toen moesten wij naar beneden toe. De gang in, achterkant brandde alles. We moesten hard rennen hoor, dat we helemaal aan de voorkant stonden. En dan stonden we bij de deur met z'n vijven. En niemand kon die deur open krijgen. Die kwam klemde. Nooit open, die klemde. En ik weet nog goed dat mijn moeder, die was nog in de keuken, die wou iets pakken. Ineens heel rustig kwam en zei, ga jullie maar de kant, ik doe de deur wel open. En ze deed de deur open. En dat was onze redding. Het is 10:00 s'avonds als er in het luchtruim boven Loerbeek een Sterling-bommenwerper in de problemen komt. Het toestel stort neer en brokstukken komen terecht op de boerderij van de familie Giese. Vader Giese en zijn twee oudste zoons, die vanwege het lawaai buiten zijn gaan kijken, komen om het leven. Net als de 8 bemanningsleden van de bommenwerper. We zijn van die kant gekomen, dus vanaf de Benzel daar. En nu konden we tot de weg komen daar hier, de Diemtjeweg is daar, daar. Waar dat huis staat, op die afstand ook weer, konden we hierbij komen. Er was 1 brandende vlakte. Dat is wat je aantrof, 1 brandende vlakte? 1 brandende vlakte, ja. Toen ze bij de voordeur open was, moesten wij de tuin door, een sloot over, weiland door. En toen gingen wij terug naar de familie Jansen, die woonde daar ginds op de hoek. Want er waren vrienden van ons. En daar zijn we in eerste instantie opgevangen. Ondertussen kwamen natuurlijk al mensen. En ik weet nog wel dat de molenaar kwam. Dat was een vriend van mijn vader. En die zei op een gegeven moment, ja, ik zal er toch een paar meenemen, want jullie kunnen niet hier allemaal slapen. En toen moesten mijn zus en ik moesten mee. Dat weet ik allemaal nog zo goed. Maar daar wist mijn zus nu ook allemaal niks meer van. En afijn, we werden daar in bed gestopt. We werden liefdevol opgevangen, ik kan niet anders zeggen. Volgende morgen kregen we kleren van hun, kinderen. Moesten we naar de kerk. Ja, het is goed voor jullie gezorgd. Heel goed voor ons gezorgd. Maar op dat moment wisten jullie nog niet dat thuis, je wist dat het huis brandde. Ja, maar niks van mijn vader en mijn broer. Maar je wist nog niet hoe dramatisch het afgelopen was. Dat was wel heel naar, want wij kwamen terug uit de kerk en we waren bijna bij de molen. En toen kwamen de kinderen uit de buurt. En die zeiden tegen ons van, jullie vader en jullie broers zijn alle drie dood. En toen wilden wij meteen naar moeder toe. Maar toen werden we tegengehouden door de molenaar. Die zei, nee, jullie gaan eerst rustig mee eten. En dan gaan we zo wel naar moeder toe. Maar hij zei verder ook niks. Nou, en toen zijn we dus naar moeder gegaan. Nou ja, die hoefde ons niks meer te vertellen. Ik denk dat het jou de rest van je leven heeft beziggehouden. Ja, daar raak ik nooit meer kwijt. En zelfs al is het vandaag, precies vandaag, 75 jaar geleden... Ja. Is het nog steeds iets waar jij direct tranen van in je ogen krijgt? Nee, nog steeds. Heb ik nog steeds last van. Ja, ja, dat gaat nooit meer over, hè? Nou. En je kunt er verder met niemand over praten, alleen met hem, hè? Ja, dat is wel heel fijn, denk ik. Ja. Dat jullie het samen kunnen delen. Ja. Drie dagen na de noodlottige crash wordt de bemanning met militaire eer begraven. Pas 5 dagen later worden de burgerslachtoffers begraven. Het is heel gek. Ik kan me niet herinneren in de kerk geweest zijn dat we hier geweest zijn. Ik weet alleen dat bij Otters de samenkomst was. En dat er maar steeds meer mensen kwamen. Steeds meer mensen. En ooms en tantes hebben ons een beetje afgeschermd waarschijnlijk. Ja, zeg ze steeds, ze ziet alleen maar mensen, mensen, mensen. Mensen, mensen. Van de Mulo, al die klasses, die waren er allemaal. Het was ongeveer 8 dagen nadat ze om het leven gekomen waren dat de begrafenis was. Ja. Zeker. Dat was heel frappant. Dus dat, het leek nergens op. Erop zaterdag dat andere moest voorgaan. Hè? Ja, eerst de militairen en dan de burgers. Ja, die waren toen al begraven. Want wat heeft het voor jou als klein meisje betekend? Want ja, je was heel veel, heel veel. Ik heb mijn vader altijd gemist. Vanaf 9 jaar, hè?
Ja, dat is jong. Ja. Maar net zoals ik al zei, ja, je krijgt weer vrienden en vriendinnen, verkeringen, je gaat trouwen. Je krijgt... Dan wordt het een beetje op de achtergrond. Maar ik heb toch altijd mijn vader wel erg gemist. En daar ben je hele leven erg van bewust geweest? Ja. Ik heb gelukkig heel veel fijne beelden van hem. En dat denk ik ook vaak aan. Daarom dat probeer ik dan maar voor me te houden. Dat was toch ook leuk, dat heb je wel meegemaakt. En voor de rest, ja, het is niet anders. Voor de rest moet je meedoen, hè? Ja, maar dat heb ik een goede hand. Ja.